15e journée de BetCenter League avec le déplacement de l'Antwerp à Hasselt. Toujours un match piège ici en déplacement à l'Alverberg Park avec donc Petros Papanikolaou qui avait envie de jouer un mauvais tour à cet homme, Karim Bachar, le coach également de notre équipe nationale. Mais pourtant, c'est l'Antwerp qui va prendre le meilleur départ avec une domination vraiment très franche du Dauphin d'Anderlecht. Cette domination qui va se concrétiser avec un premier but de El Fakiri qui va devancer la sortie du gardien Dries Vranken pour donc donner l'avantage à l'Antwerp fort logiquement. L'Antwerp est donc aux commandes de ce match. Les hommes de Karim Bachar vont continuer de dominer. Ils vont passer à plusieurs reprises, pas très loin de doubler la mise. Il y aura ce sauvetage ici de Nick Van Kort in extremis. Nick Van Kort qui aura une nouvelle intervention ici de justesse pour empêcher le 0-2, mais qui va finalement tomber en toute fin de première mi-temps avec Sabapti qui va donner ce ballon dans la course de Adnan. 0-2 au repos. Ils ont donc marqué un très bon moment en toute fin de première mi-temps. Et à ce moment-là, pour Hasselt, c'était assez compliqué, surtout au niveau offensif, très difficile d'amener le danger. Début de seconde mi-temps et l'Antwerp qui croit à ce moment-là assurer définitivement son succès avec ce joli enchaînement, cette belle combinaison avec Zougagi et El Fakiri entre les jambes de Vranken. Ça fait 0-3 à ce moment-là et on se dit bah, c'est bon, l'Antwerp va dérouler et s'imposer facilement. Et c'était sans compter la combativité des Limbourgeois qui vont d'ailleurs inscrire ce premier but avec Kadouri dans la foulée du 0-3. 1-3 pour directement relancer le suspense. Et à partir de ce moment-là, l'Antwerp va complètement s'écrouler. Il y aura certes cette occasion qui sera donc le tournant de cette seconde mi-temps, le poteau de Sabapti. Et puis derrière, on va inscrire le 2-3 très rapidement par Kenneth Van der Heyden qui a été mauvais jusque-là et qui vient inscrire le deuxième but limbourgeois et donc relancer complètement le suspense. Duro, quelques secondes plus tard, nous sort vraiment l'arrêt du match pour empêcher le 3 buts partout. Il y a le feu au lac et puis finalement le but égalisateur qui va quand même arriver quelques minutes plus tard suite à ce coup de poing. Gros problème de marquage. Et Sepp Leysen qui vient donc arracher le 3 buts partout. À nouveau des points perdus pour l'Antwerp ce soir après le nul concédé à Mike Kars la semaine dernière. Ils avaient aussi mené par 3 buts d'avance là-bas du côté de la Garenne. Bis repetita ce soir. Et sans Duro, ils auraient même pu perdre l'intégralité des 3 points. Et on écoute Nick Van Kort et le coach Karim Bachar. Nick Van Kort, als Antwerpenaar in loondienst bij Hasselt van 0-3 naar 3-3, dan heb je een leuke avond gehad, denk ik. Ja, zeker. Ik denk eerste helft iets te veel respect getoond. Moeilijk de aansluiting gevonden in de eerste helft. De tweede helft ging dat beter, na een pep-talk van de coach. Een beetje onder ons voeten gehad tijdens de rust en dat heeft geholpen. Veel balverlies in de openingsfase, zij strafte dat niet echt af. Aan de andere kant hadden jullie het vooraan heel moeilijk. Ja, ik denk een beetje druk, stress. Ondertussen, daar zijn we 9-3 gaan verliezen. Ging het ook heel snel. Ik denk dat we in de beginfase een beetje onder de indruk waren. Hoe fel was die pep-talk van de coach? Toch wel. Petros is iemand die heel rustig is en we zijn eigenlijk niet gewoon van hem, dus, maar soms moet dat en dat was terecht dus, en het heeft geholpen, dus dan moet dat misschien meer doen. 1-3, het kan dan 1-4 worden, maar dan, ja, het recept lukt dan plots wel. Jullie scoren op counter, Leysen maakt zich sterk, het begon allemaal te draaien. Ja, ik denk dat vertrouwen begint te groeien in de match. Ik denk dat we fysiek heel sterk zijn. Ik denk dat we dat tweede helft bewezen hebben, dat we keer op keer er toch kunnen overkomen.
Ja, en dat vertrouwen groeit bij ons. Ik denk dat Antwerpen dan, ja, we zitten met die vijfde fout ook. Ze hebben die ook niet gezocht. Ik denk dat dat ook een verschil had kunnen maken, maar ze hebben dat niet gedaan. Dus ik denk dat dat ons verdiensten ook is. Dus ja, tevreden met een puntje, zeker en vast. Winnen tegen Châtelet, nu gelijk tegen Antwerpen, dat is een stijgende lijn, denk ik dan? Ja, ik denk sinds 2 weken voor de winterstop is bij ons aan het beteren. De kern is een beetje afgeslankt, waardoor dat we allemaal iets meer minuten kunnen maken. Allemaal meer naar ons niveau kunnen toegroeien. En ik denk dat dat de meeste jongens heel goed gedaan heeft. Met nog die injectie van die jonge mannen, Kuz en Abuya. Ja, dat is goed. Die jongens zijn hongerig, die zijn gretig. Die komen ook alle dagen met plezier trainen. De trainingen zijn ook een pak feller en ja, dat werpt zijn vruchten af. Dus, dankjewel. Zie je. Karim Bachar, ik ga er denk ik weer één woord tegenaan gooien. Efficiëntie. Ja, vooral efficiëntie, maar ook frustrerend als je 0-3 voorkomt. Vorige week 1-3, 1-4 voor, nu 0-3. Je hebt die match volledig in handen, je kan de match uitdiepen, dat gebeurt niet. 1-3. 2-3 en dan begint de paniek. Ik heb een déjà vu. Vorig seizoen hebben we ook zo'n periode gehad waarin het ook wat minder liep, doordat het niet goed draaide. En dan kunnen we maar één ding doen en dat is hard blijven werken. We krijgen de laatste weken ook iets te makkelijk doelpunten tegen. Twijfels, minder niveau, minder vorm. Het enige wat we kunnen doen, dat hebben we vorig seizoen kunnen rechttrekken, dat we tegen de play-offs allemaal er wel stonden, fit waren en dat we uiteindelijk ook die finale gespeeld. En nu zal er ook niks anders op zitten. De harde analyse is gewoon dat we 2 keer op week op rij een ruime voorsprong weggeven. Een ploeg als Antwerpen, wij mogen dat niet, dat kan normaal niet, maar het gebeurt toch. En daar moeten we nu gewoon lessen uit leren, hard blijven werken, trainen, om die mindere vorm, die mindere tijden nu terug, volgende week hopelijk terug met een overwinning. En dan werken naar die play-offs, om daar, het is cliché, maar daar zullen we het moeten uitvechten met de andere ploegen. Recupereer je daar tegen spelers ook? Ja, Zaki kan ik repareren, maar nu ga ik dan Jasper missen. Khalid waarschijnlijk ook nog niet. Ja, Halim sowieso niet heel het seizoen. Dus wat dat betreft weten we dat we geen grote kern hebben. Vandaar ook Ilias, beloftespeler die toch redelijk wat minuten heeft gedaan, heeft het goed gedaan. Kunnen we die jongen niks niet verwijten. Maar los van dat, ja, 0-3 voor. Die wedstrijd moet je eigenlijk gewoon uitspelen. Doen we niet. Frustrerend. Doet een kakgevoel, uiteraard. Maar zoals ik heb gezegd, een déjà vu gevoel van vorig jaar. Ook een minder periode. De boodschap is daar hard blijven werken en ervoor zorgen dat we de volgende wedstrijd wel winnen. Proberen af te sluiten. Weer een moeilijke uitwedstrijd in IJsden. Is het grote gevaar dat dit nu in de kopjes gaat kruipen? Ja, oké, dat is altijd soms. Hè. Dan is het aan mij en de rest om ervoor te zorgen dat we dat uit onze kopjes halen. Nu is dat frustrerend dit weekend. Maar maandag en woensdag hebben we terug in training en moeten werken. We hebben die periode vorig seizoen ook gehad. We zijn vorig seizoen ook niet beginnen panikeren. We hebben toen zelfs wedstrijden, heel wat wedstrijden, niet gewonnen. Zelfs verloren en niet gelijk gespeeld. We moeten nu hard werken. We weten dat we kwaliteit in ons team hebben. En dat we mits hard werken en een aantal jongens terug kunnen recupereren. Dat we op het einde van het seizoen in die play-offs, als we voltallig kunnen zijn en iedereen op niveau, dat we geen malfiguur zullen kunnen slaan. Dankjewel. Alsjeblieft.